Hoi, welkom op mijn kanaal. Leuk dat je er bent. Ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie. Ik heb de afgelopen maanden alle producten die ik heb gebruikt op het gebied van verzorging en beauty enzovoorts allemaal bewaard, alle lege verpakkingen. En die ga ik jullie vandaag laten zien. En ik ga jullie vertellen wat mijn favorieten zijn. Welke echt zwaar tegenvielen en welke dus echt aanraders zijn. Dus als je ook benieuwd bent wat hier allemaal in zit, blijf dan zeker kijken. Dit is gewoon echt belachelijk, jongens, wat hier allemaal in zit. Oh my god, ik weet niet eens of ik dit wel in een hele video kan gaan laten zien. Maar ik heb ook gewoon letterlijk alles bewaard. Ik heb zelfs gewoon mijn lege vitamines en zo bewaard. Dus ik ga dit mandje gewoon leeg halen. Ga ik even alles in categorieën neerzetten, zodat ik het makkelijk kan pakken en aan jullie kan laten zien. Dus ik ben zo terug. Oké, de vitamines die ga ik niet laten zien verder, want dat zijn deze twee. En die bespreek ik ook wel verder in mijn supplementenvideo. Dus ik heb het even ingedeeld in verschillende categorieën. Ik heb een categorie douche. Ik heb een categorie lichaamsverzorging, ik heb een categorie zelfbruiners, categorie skincare voor je gezicht en haarcategorie. En skincare zit het meeste bij en douchespulletjes. Dus laten we maar gaan beginnen met de zelfbruiners. Daar heb ik deze van opgemaakt. Het zijn de Bondi Sands Ultra Dark Bronzers en dit zijn mousjes. Dus hier komt echt een soort van schuim uit wat je met zo'n speciaal handschoentje moet verspreiden over je lichaam. Ik heb echt al heel veel zelfbruiners geprobeerd en qua zelfbruiners die niet zo heel erg duur zijn, is deze toch wel mijn favoriet. Vooral omdat die Ultra Dark echt heel erg donker is. Hij is echt extreem donker. Dus als je dat gewoon wil, dan is dit echt een aanrader. Ik bestel deze altijd bij Douglas. Ze hebben hem in de winkel niet in de kleur Ultra Dark, maar online wel. En hij kost 25 euro geloof ik. Maar ik wacht altijd tot ze zo'n aanbieding hebben bij de Douglas van 25% korting op alles. En dan kost hij maar 18 euro. Dus ja, je doet er wel een paar maanden mee. Dus op zich, ja, het is altijd sowieso goedkoper en beter voor je huid dan een zonnebankje. Dus dat is echt een aanrader. Ik heb er alweer twee opgemaakt. En ook deze van Loving en heb ik een keer uitgeprobeerd toen ik dacht van nou weet je wat, laten we eens een keer gek doen. Een zelfbruiner van 40 euro. Maar goed, weet je, ik zag het overal voorbij komen op Instagram en alle YouTubers gebruiken deze. Ik denk ik moet weten waar de hype over gaat. Nou, ik heb ook deze in Ultra Dark geprobeerd en ik moet zeggen hij is echt goed. Hij is echt heel erg goed, maar ik heb hier gewoon geen 40 euro voor over. En ook als je naast die van Bondi Sands houdt, hij is gewoon... ja, bijna twee keer zo klein. Het is gewoon belachelijk. Ja, als ik bijvoorbeeld echt rijk was of zo, dan zou ik dit wel elke keer kopen. Maar nu ga ik echt niet mijn geld daaraan besteden. Dus ik koop lekker die van Bondi Sands. Ik heb ook wel eens die van Primark gebruikt, van het Kruidvat huismerk. Ik zal hierboven een video linken over mijn zelfbruiners, hoe ik ze gebruik en wat mijn favorieten en zo zijn. En daar zie je meer daarover. Zal ik nu al een droge keel? Ik ben een beetje verkouden, dus als ik een beetje schor klink. Dan heb ik nog iets heel grappigs en dat is dit ding. Deze is van de Action. Dit is een spray tan. Deze is medium to dark. Volgens mij had je ook eentje met licht, geloof ik. Maar ik heb in ieder geval een medium to dark. En er zit ook zelfs een anticellulitis ingrediënt in. Op een gegeven moment heb ik hem te lang laten staan en wilde ik hem weer gebruiken. Rookt hij niet lekker meer, dus toen dacht ik, nee, hij moet gewoon weg. Er komt volgens mij, als ik me goed kan herinneren, nog niet echt zo'n non-stop spray uit. Maar als je hem indrukt, dan gewoon een spray van zeg 3 seconden. Dus hij sprayt gewoon 3 seconden lang. En in die 3 seconden kan je hem bijvoorbeeld zo doen. En dan weer 3 seconden op je buik. 3 seconden je arm. De kleur is goed hiervan. Maar ik moet zeggen dat... ja, het brengt toch wel een beetje lastig aan. Soms dan zie je een beetje die druppeltjes zitten en zo. Maar het droogt op zich wel mooi op. Maar er zaten ook van die handschoentjes bij. Gewoon van die handschoentjes van latex, zeg maar. En daar kan je het dan nog mee uit wrijven. En dan wordt het wel het mooiste. Maar als je dan toch zoveel moeite moet doen met dat wrijven, kan je beter gewoon zo'n moesje nemen, weet je wel. En waar ik deze voornamelijk eigenlijk voor gebruikt is voor mijn rug. Dus dan deed ik zeg maar mijn hele lichaam gewoon met die zelfbruiner. Alleen mijn bovenrug kwam ik niet bij. Dus dan ging ik in de douche staan. Dan deed ik zeg maar zo. En dan spreide ik hem zo en dan viel het zo op je rug, zeg maar. Dus dat was wel echt ideaal. Dus ik zou deze op zich wel weer opnieuw kopen, maar dan zou ik hem alleen maar voor mijn rug gebruiken. Dus dit is wel een grappig dingetje van de Action. Oké, dan gaan we door naar de categorie lichaamsverzorging. Ik heb deze Vaseline spray gebruikt. En sorry als die verpakkingen een beetje ranzig uitzien. Ze hebben met z'n allen op een hoop gelegen in het mandje. Het kan zijn dat daar het een en ander is gaan lekken. Dit is de Vaseline Intensive Care Spray Moisturizer. En deze is met Aloe Vera. En dit is een hele fijne, ook voor als je haast hebt. Of als je geen zin hebt in zo'n hele dikke, vette crème. Deze spray gewoon even snel op. En dan doe je gewoon één keer even zo eroverheen. En het is ook gewoon gelijk ingetrokken. Dus die zou ik zeker wel opnieuw kopen. Oké, maar dan was de ultieme favoriet deze van Nivea.
Dit is de cutine verstevigende body lotion. Dit was een hele lichte textuur. Deze was ook echt enorm, ja, heel erg hydraterend voor mijn gevoel. Maar hij trok ook vreselijk snel in en hij liet helemaal geen plakkerig laagje achter. Ik ben toen teruggegaan nadat deze op was en de prijs met me, maar toen hadden ze hem niet meer. Dus ik ga hem gewoon een keertje, ja, bij het Kruidvat zo kopen als hij weer een keer in de aanbieding is. Ik heb er nu nog eentje staan, zo'n express met een pompje, ook van Nivea. Dus die ga ik nu opmaken en daarna ga ik absoluut deze weer aanschaffen, want deze is zo fijn. Echt een favoriet. En dan als laatste had ik iets van de Primark, wat er nu niet meer is volgens mij, want dit had ik toen in de sale gekocht. En dit is een body firming cream. Hier zit dus cafeïne in, grapefruit oil en carnitine. En wat ik me hier nog goed van kan herinneren is dat hij gewoon lekker fris was. Hij trok ook snel in. Hij gaf echt een soort van, ja, strak gevoel aan je huid. Al zit dat natuurlijk waarschijnlijk gewoon tussen je oren, maar het gevoel was heel erg fijn. Dus ik vind het heel erg jammer dat de Primark deze niet meer heeft. Deze was heel erg fijn. Echt heel erg lekker. Laten we maar eens overgaan naar gezicht, skincare. Ik heb wat dingetjes van skincare waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb een hele tijd deze toner van Herbalife gebruikt. Heel veel mensen weten niet dat Herbalife ook een skincare lijn heeft, maar ja zeker, dat hebben ze ook. En dit is een spray toner, dus gewoon in een, ja, sprayflesje. En die kan je dan gewoon 's ochtends op je huid sprayen of 's avonds voordat je je skincare, zeg maar, doet. Als je huid schoon hebt gemaakt. En deze was zo verfrissend, heerlijk. Dus deze ga ik zeker weer opnieuw kopen. Hier was ik heel erg blij mee. Dan heb ik nog iets van het Kruidvat. En dat is dit serumpje. Kruidvat Skin Science. Volgens mij is het een anti-rimpel serumpje. Ja, wrinkle reducing serum. Nou, deze heb ik ook alweer opnieuw gekocht. Deze is zo verschrikkelijk fijn. Hij is ook best wel goedkoop. Ik geloof dat hij 5 of 6 euro is. Hij ruikt lekker. Hij brengt lekker aan. Hij is heel erg licht. Nou ja, dat is meestal wel met serumpjes. Maar soms kan je ook een beetje zo'n crème textuur hebben. En dit is echt een soort van, ja, gel textuur. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Ja, of het minder rimpels geeft, weet ik natuurlijk niet. Maar het is een heel fijn product. En ja, deze heb ik met heel veel plezier opgemaakt. Absolute aanrader. Dan heb ik nog iets van Primark. Waarvan ik zo erg baal dat het weg is. Dit serumpje. Dit is een purifying serum. Deze heeft witch hazel. Dat is toverhazelaar en ginger root. En deze was dus speciaal voor een vette of onzuivere huid. Ik had echt het idee dat het gewoon ook heeft geholpen om mijn huid een beetje, ja, zuiverder te maken. Want nu ik dit niet meer gebruik, heb ik gelijk weer meer mee-eters en zo. Dus het kan aan mij liggen. Maar ik heb het idee dat deze echt een beetje wonderen heeft gedaan. En die was ook, geloof ik, 2 euro of zo in de sale. En ik dacht, nou ja, laten we eens uitproberen. Nu achteraf kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik had echt gewoon die hele plank leeg moeten halen, maar als je op de helft van bent van het flesje, dan denk je ineens, zo, eigenlijk is het best wel een chill product. En ja, dan ga je terug naar de winkel, is het natuurlijk al lang weg. Ik heb het ook nog een paar keer gevraagd, maar nee hoor, het bestaat niet meer. Of het is in ieder geval niet meer in het assortiment, dus ja. Mocht ik deze ooit weer zien, ik zweer, ik koop ze allemaal. Eet ik wel een week niet, boeit me niet. Ik eet wel droog brood, als ik dat maar heb. Dan heb ik nog een crèmetje waar ik echt enorm blij mee ben. En dat is deze van Dr. Van der Hoog. Het Clear Skin Day and Night Control 24 uur crèmetje. En ik gebruik deze samen met de toner. Dat is deze, die hoort erbij. Ik heb inmiddels alweer een nieuwe aangeschaft van deze, omdat ik hem zo fijn vind. Deze kan je gewoon 's ochtends en 's avonds gebruiken. En dit is een matterende en vochtregulerende crème voor dag en nacht. Hij is vetvrij en hij bevat ook salicylzuur. En dat is dus echt, ja, dat wordt vaak gebruikt als je bijvoorbeeld een onzuivere huid hebt. Als je vaak puistjes hebt en zo. Ik heb vorig jaar een vreselijke huid gekregen toen ik ben gestopt met de pil. En ja, nu ik dit, zeg maar, ik gebruikte dus deze Primark serumpje en dan die toner. En dan gebruik ik ook nu nog een ander ding van Paula's Choice. Ik denk dat ik gewoon binnenkort even een skincare routine moet opnemen. Maar in ieder geval, ik heb het idee dat deze heel erg heeft geholpen bij het ja, opknappen van mijn huid. Want mijn huid ziet er nu gewoon goed uit. Ik heb gewoon af en toe een puistje, net als nu hier en hier. Maar goed, dat is normaal en dat vind ik dan ook helemaal niet erg. Maar in ieder geval ben ik van die heel erg acne af. Dan heb ik nog een product van Primark, wat daar niet meer is. Echt, oh mijn god, veeg me op mensen. Dit zijn de Skin Perfecting Resurfacing Pads. Dit zijn van die schijfjes en die waren helemaal doordrenkt in een soort van, ja, serumpje of wat was het. Oh ja, dit zijn dus exfoliërende pads. Hier zaten allerlei zuren in en dit zorgt ervoor dat je gewoon een mooie, heldere, frisse, stralende huid krijgt. En dat heeft het ook echt zeker gedaan. Dus hier baalde ik ook weer als een stekker van dat ze het niet meer hadden. Prima, als jullie kijken, alsjeblieft, haal dit terug. Dan heb ik nog een leuk dingetje wat nog wel verkrijgbaar is. Hè, gelukkig. En dat is dit maskertje van de Action. Dit is een klein masker. En dit is het maskertje waar ik meest blij mee ben.
van al mijn maskers. Deze was op een gegeven moment gewoon helemaal uitgedroogd. Dus toen heb ik hem maar opgeruimd. Maar ik heb inmiddels alweer een nieuwe gekocht uiteraard. Omdat deze zo fijn is. Ik geloof dat hij maar 2 euro nog iets is ofzo. Echt belachelijk. En deze is zo prettig. Ik heb heel erg vaak met klein maskertjes dat ze gaan branden bij mij. Dus dan zit er waarschijnlijk te veel parfum in of iets irriteert mijn huid. En met deze heb ik dat dus niet. Het werkt heel goed matterend. Viel me op. Het verkleint je poriën een beetje. En als je echt een vette huid hebt. Ook als je geen vette huid hebt, kan je deze natuurlijk gebruiken. Maar vooral met een vette onzuivere huid raad ik je deze echt aan. En hier zit ook echt kaolinklei in. En dat is echt een ingrediënt waar heel veel merken mee pronken van. Zo, dit is een masker met kaolinklei. Nou, dat zit hier dus ook gewoon in. Dus zo zie je dat soms zijn van die goedkope dingen gewoon echt pareltjes. Even pauze. Dan heb ik een heel setje van Philosophy. En dat is dit setje. Er hoort eigenlijk nog een flesje bij, maar ik weet even niet waar die is. Volgens mij heb ik die per ongeluk weggegooid. De Hope in a Jar. En dat is dit crèmetje. Het is een heerlijke luchtige crème. En deze is best wel populair volgens mij. Zelfs ik had er wel eens van gehoord. En ja, hij ruikt heerlijk fris. Ik heb nou niet echt zoiets gehad van ik merkte heel veel verschil in mijn huid of zo. Maar ik vond het gewoon een hele lekkere crème om te gebruiken. Maar ik zou hem niet echt opnieuw kopen of zoiets. Maar wat ik zeker wel opnieuw zou kopen is dit. Dit is een Micro Delivery Peel. Hier hoort dus nog een flesje bij. Hier zitten van die kristalletjes in met fruitzuren geloof ik. En ik heb hem helemaal leeg gehaald zoals je kan zien. Echt gierig. Hier zit gewoon die bodem of zo, weet je wel. Dat haat ik zo erg. Dat doe je dan eerst met een spateltje, haal je dat eruit. Scrub je die kristallen op je gezicht. Dan heb je een tubetje erbij met daarin de zuren. En dat is dus een vloeistofje. En die breng je dan aan over die kristallen. En dan wordt het een soort van wit schuimig goedje. En dat laat je dan volgens 3 of 5 minuutjes zitten. En dat exfolieert dan heel erg je huid. En dit is dus echt een fruitzure peeling. Ja, in een iets mindere variant dan wat je zeg maar ook bijvoorbeeld bij de schoonheidsspecialist of zo kan doen. Maar dit is ook wel echt heel erg duur. Ik heb dit gekocht in zo'n mini variantje. En dat was toen 60 euro geloof ik. Met kerst vorig jaar had ik het voor mezelf als cadeautje gehaald. Maar ik zat dus te kijken, bij Issy Paris hebben ze dit. Maar ik geloof dat de full size echt 90 euro kost of 100 nog wat of zo. Dus toen dacht ik, laat maar zitten. Maar hier was ik wel echt heel erg tevreden over. Dit gaf echt een hele mooie, zachte, gladde huid. Je zag echt de dag erna dat je huid gewoon veel frisser was. Veel meer glow had. Ja, je moet hier nou ook wel gewoon echt SPF gebruiken als je naar buiten gaat. Want ja, het haalt dus gewoon het bovenste laagje van je huid natuurlijk weg. Maar deze, als je dus even een beetje geld er aan wil uitgeven, is dit echt een aanrader. Oh, dan heb ik iets wat ik eigenlijk net heb opgemaakt. Maar er zit nog één applicatie in. Dat is dit oogcremetje van de Primark. En die hebben ze nog wel. Deze is maar 4 euro en dit is echt mijn favoriet. Ik heb alweer een nieuwe staan en dat is de Hydration Boost Eye Gel. Ik zal hem even zo laten zien, dan zie je het wat beter, zeg maar. En het is echt een gel. En hij is verkoelend en het is fantastisch. Echt waar, ik had deze een paar maanden geleden gekocht en ik gebruikte hem voor het eerst. En ik dacht, oh my god, dit is mijn nieuwe favoriet forever. Dus altijd als ik aan een nieuw potje begin, dan koop ik gelijk een nieuwe. Zodat ik gewoon zeker weet dat ik niet zonder kom te zitten. 4 euro jongens. 4 euro. Een andere favoriet is deze van Clinique. En het is de Moisture Surged Moisturizer. Clinique is ja niet heel erg goedkoop, maar ook niet heel erg duur. Ze hebben eigenlijk altijd wel aanbiedingen bij de kruidvat, bij de Douglas of zo, weet je wel. 25% korting op Clinique of op skincare. Nou, en met dat soort kortingen kocht ik dan altijd dit soort potjes. En dan valt het echt wel mee qua prijs. Maar deze ben ik echt heel erg blij mee. Dit is een heerlijke moisturizer. Hij is lekker zacht, lekker fris en hij trekt ook snel in. Use under or over make-up? Over make-up? Waarom zou je dit over je make-up aanbrengen? Zo raar. Nou ja, whatever. Je kan het dus blijkbaar ook over je make-up aandoen. Maar dan gaat toch alles helemaal verplaatsen en zo. Oké. In ieder geval, dit is een aanrader. Heerlijk crèmetje. Of nou ja, het is eigenlijk een gelcrème. En deze is lekker fris. Dus als je een keertje een beetje bougie wil doen, maar niet te veel geld wil uitgeven, maar toch een beetje een fancy merk wil kopen, raad ik je deze van Clinique zeker weten aan. Ik heb deze van Rituals opgemaakt. Dit is een bed en body mist. Nou, ik gebruikte deze absoluut niet als body mist, maar gewoon als bed mist. Dan spreidde ik het lekker zo over mijn bed heen en dan ging ik liggen en dan was het zo van Organic White Lotus en Yiyi of Gigi Ren. Caring Bed and Body Mist. Heel lekker ding dit. En dan heb ik wat deo'tjes opgemaakt. Het is eigenlijk niks spectaculairs, maar altijd leuk om te laten zien. Ik koop altijd van die minis. Ik neem deze tegenwoordig altijd mee in mijn tas.
Ik vind deze echt super lekker. Nivea Pearl en Beauty. Oh, en dan hoorde eigenlijk nog bij skincare deze twee. Dit zijn twee Fix Plusjes van MAC. Deze is met geur coconut. Sinds kort hebben ze dus in het vaste assortiment van MAC Fix Plusjes met geurtjes. Je hebt geloof ik rozen, volgens mij komkommer en coconut. Nou, ik heb tegenwoordig altijd de coconut. Ik gebruik het eigenlijk vaak als primer. En ook gewoon als ik klaar ben met mijn make-up. Maar Fix Plus is sowieso altijd een aanrader. Deze is een favoriet, jongens. Koffiescrub van het Kruidvat. Ik wil altijd in mijn scrub dat die lekker grof is. Ik heb niks aan een scrub die niet scrubt, begrijp je? Soms dan heb je scrubs en zo, hoe vaak kan je scrub zeggen in één zin? Dus dan zit je echt gewoon zo te rachen op je huid en dan gebeurt er niks. Nou, deze gebruik ik zelfs op een scrub handschoentje. Nou, geloof me, dan ben je echt wel flink rood hoor als je dit goed gebruikt. Want ja, ik gebruik natuurlijk zelf pruiner, dus ik heb gewoon een goede scrub nodig. En deze ruikt heel erg lekker. Het is echt een keer wat anders, weet je wel, zo'n koffiegeurtje. En deze scrubt gewoon echt goed. Ik heb ook deze opgemaakt van Rituals. Himalaya scrub, zo. Hier heb ik echt heel lang over gedaan. Ik denk wel 2 jaar of zo. Oh my god, die geur. Oh, zo lekker. Dit is de geur Sweet Almond and Indian Rose. Dan heb ik nog een In-shower body lotion van de Ethos. En ik moet zeggen, ik heb deze met plezier gebruikt. Maar ja, ik ben toch meer fan van gewoon een body lotion aanbrengen op de normale manier. Omdat ik het idee heb dat als je dit gebruikt, ja, het laat toch een beetje zo'n soort van vettig laagje achter. Als je dan uit de douche gaat en je droogt je af. Ik weet niet, het voelt gewoon niet zoals het hoort. Okay, dit product doet wat het moet doen. Maar ik vind het gewoon niet zo'n prettig gevoel. Dus ja, body lotions in-shower zijn gewoon niet echt voor mij weggelegd. Dan heb ik ook nog 2 heerlijke douchefoampjes opgemaakt van de Ethos. Deze is Elderflower en Raspberry. En deze is Jasmine en Vanille. Ze kwamen in een trio. Er staat nog eentje van in mijn douche. En dat is geloof ik Lime en Mint of zoiets. Maar deze waren heel erg lekker. Vooral die Jasmine en Vanille is heel erg lekker. Ik hou altijd heel erg van vanille geurtjes. Lekker zoete geuren. En die Elderflower en Raspberry was ook wel heel erg lekker. Dan heb ik ook nog deze gebruikt, Nivea Silk Mousse. Die zag ik een keertje bij de prijsmapper staan. En deze is een mousse voor onder de douche. En ik moet zeggen dat ik er geen zak aan vond. Ik weet het niet. Ik vond hem gewoon niet echt... Ja, die mousse zelf op zich was wel gewoon oké. Maar het was ook een heel ander soort mousse dan dat je van Rituals bijvoorbeeld hebt. Weet je wel, die heb ik hier toevallig ook staan. Oh, die verpakking is helemaal plakkerig en... Dit is trouwens mijn favoriet ever, Indian Rose en Sweet Almond Oil. Om maar even met de deur in huis te vallen als we het over moesjes hebben. Dit is een heel ander soort moes. Dit is echt zo'n foam. Echt zo'n soort van heerlijke, ja, luchtige foam. En dit is echt een soort van scheerschuim. En dan met de geur van Nivea. En ja, nee. Ik vond het gewoon niet echt boeiend. Dan zijn we aangekomen bij de laatste categorie en dat is haar. En daar heb ik maar 4 producten van. Namelijk 2 droog shampoos. Batiste kennen we allemaal wel. Ze waren allebei lekker. Allebei werken ze prima. Vrij weinig over te zeggen eigenlijk verder. Ik gebruik op het moment alleen nog maar deze. Omdat ik nu over ben gestapt op de Curly Girl Method. Ja, je zal wel denken, je hebt helemaal geen krullen. Ik heb krullen van mezelf, maar ik feun het gewoon af en toe. Maar in ieder geval, ook als ik mijn haar gewoon feun, gebruik ik nog steeds producten die bij de Curly Girl Method passen. Dus dat zijn producten zonder siliconen, zonder parabenen, zonder alcohol, zonder een hele lijst. En deze Batiste droogshampoo die past daarbij. Dus deze heb ik opnieuw gekocht. En dan met de geur vanille en passion flower. En dan heb ik ook deze van André Lon. André Lon Intense zijdeglans en zen conditioner. En deze is heel erg lekker met avocado en amandelolie. En deze heeft dus ook 0% siliconen en parabenen. En al die ik niet wil gebruiken vanwege die Curly Girl Method. Dus deze gebruik ik soms gewoon in plaats van shampoo. Hoort allemaal bij die methode. Misschien ken je die methode wel. Ik ga nog een aparte video maken over mijn krullenroutine. Dus dan ga ik jullie laten zien hoe ik mijn natuurlijke krullen verzorg. En hoe ik ze zo mooi heb gekregen. Want mijn krullen zijn nu eindelijk voor het eerst van mijn leven. Sinds ik die methode gebruik zijn ze gewoon echt een beetje mooi. En komen ze mooi uit. Dus deze ben ik heel erg tevreden over. Die koop ik elke keer opnieuw. Oh my god, ik ben helemaal alle make-up vergeten. Kijk. Nou ja, weet je wat? Ik denk dat de video anders echt gewoon te lang wordt. Ik ga die make-up gewoon bewaren voor een andere video. Wat vinden jullie daarvan? Goed idee, ja toch? Ja, anders wordt die video echt te lang. Want in de volgende video heb ik denk ik niet zo heel erg veel andere producten. Omdat ik nu natuurlijk alles heb opgespaard en heb laten zien. Dus in de volgende video, in de volgende Empties video, gaan jullie alle make-upjes zien die ik heb opgemaakt.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden, zo'n empties video. Laat me even weten of je het een leuke video vond en of er iets tussen zat wat jij ook wel eens hebt gebruikt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus ik zou zeggen, abonneer je zeker even op mijn kanaal. Dan mis je geen enkele video meer van mij. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!